voor jezelf. Ik wil er wel een introotje doen, ja. Dan mag jij wel even filmen. Ja, zeker. Ik film jou met deze misschien. Ja, dan doe ik even niet meer van mij weg. Zo. Ik wil ook het filmen. Ja. Nou. Daar zijn we. We zijn in Verviers en ik ga met de spookjagers, Maurice en Bianca, gaan we dit gebouw in. Dus ja, in de voice-overs hoorden we wel meer. Dit is de allereerste keer dat ik ga spookjagen en ik ben natuurlijk met Shania, die is mee. Dus we gaan dit doen. Ik heb er heel veel zin in. Het is helemaal verlaten. We horen niks, dus we gaan hier naar binnen. Ze gaan mij een en ander uitleggen. En ja. Willen jullie nog wat zeggen? Ik weet het ook niet. We gaan met succes. Z'n vieren. Succes. We gaan lekker met z'n vieren. Mijn onderste camera viel ook ineens uit. Mijn onderste camera viel ook ineens uit. Ja, mijn die is ook grappig. Nee. Ja. Jullie geen last met je camera's? Nee. Die van haar is ook al uit aan het vallen. Die van mij zijn ze allebei nu uitgevallen. Nee, die van mij is echt gaan. Zowel de bovenste als de onderste zijn allebei uitgevallen net. Er vallen camera's uit. Ja. Leven van mij doet het nog. Ik hoor hier naar. Jullie daarachter waren. Je pakt de K2 meter even mee. Ik heb hem ook. Ah, oké. We hebben een K2 meter. Oké. Ik ging wel even af. Oh, daar in de hoek is de wc. Dat is de wc, ja. En die is mooier als het Jan. Ja, ik denk dat binnen was het wat lelijk. Dit is wel echt een mooie oude. Jeetje, Nina. Ook kan er niet eens even bij komen. Nou, ziet er niet heel fris uit, hè? Ja, ik denk ook niet echt dat belangrijk was dat het fris was. We waren wel blij dat ze even konden. Ja. Het staat hier wel verwarmd, hè? Welke was 6? Hey? Hier. Ah. We gaan in 6. We gaan in 6 gaan wat testjes doen. Dat is deze. Oh ja? Ja. Weet je waar het principe vandaan komt? Nee. Nee, ja, iets met beweging toch? Nou, vroeger in de jaren 70, 80, dacht ik. Klopt dat? 70, 60, 70. In ieder geval in die tijd eigenlijk. Vond men een heel leuk instrument uit, dat heette de theremin. Oh ja, die ken ik wel. Ja, de theremin, dat is die staaf, daar kun je zo in bewegen. Hij voelt ook bij die linguïse connectie. Dat voelt dus ook bij jou veilig, bij mij, bij de moeders. Zullen we de kelder maar eerst even doen? Ja. We weten nu waar die is. Die hebben we heel lang moeten zoeken. Ja, daar woont de mens. Ik zeg, daar woont de mens.
Ga je dan nog? Er zit nu iemand die is makkelijker met communiceren. Die verstaat je makkelijker. Wil je niet vertellen wie je bent? Deur. Dus met een deur. Wie is er? Mijn naam is Maurice. Ik ben Melvin. Ik ben Sean. En wie ben jij? Twee. Wat is er met twee? Kregen we net ook door, ja. Ja. Hier. Hier, zijn er hier twee man? Zijn jullie met z'n tweeën? Ja. En wat zijn jullie namen dan? In de hoek. Waar in de hoek? Achter in de hoek. Hier in de hoek? Hoorden we jullie net praten? Boven. Boven, er is hier geen boven. We hebben alleen een kelder. Soldaat. Pijn. Ben je een soldaat die pijn heeft? Jou? Ik ben geen soldaat. Arm. Heb je pijn in je arm? Jong. Arm. Drie. Is er iemand bijgekomen? Gaan helpen. Negen. Dat zijn ook echt allemaal getallen. Wat moeten we met die getallen? Ook hier. Negen. Zijn jullie, horen jullie eigenlijk in de cel? Ik hoor allemaal zelden getallen, klopt dat? Klopt. Dus, nummer 2 is hier. Cel nummer 9 is hier. Cel nummer 3 is hier. Major. Was jij major? Is dat je rang? Zat je als major in de cel? Ja. En die andere? Vliegtuig. Vliegtuig? Die andere twee, wat waren hun rangen? We zijn met z'n drieën. Waarom zat je in de gevangenis? Help me. Weg hier. We gaan hier niet weg. Of wil jij weg hier? Hulp nodig. Kan ik me voorstellen, maar jij zat niet voor niks in de cel. Vertel eens waarom je in de cel zat dan. Yo. Hebben wij dat gedaan? Ja. Hoe moeten wij dat gedaan hebben dan? Ja. Ja, hoe? Zeker. Of heeft die majoor dat gedaan? Vertel je verhaal dus duidelijk, soldaat. Je bent erg onduidelijk. Gewond. Je was gewond. Been. Aan je been. Eentje is gewond aan zijn arm en eentje is gewond aan zijn been. Nu nog gevecht.
Schoon. Gevecht. Vals. Gevecht, vals. Hadden jullie een gevecht? Help nodig. Waarmee moeten we je helpen dan? Of jij degene die net zei dat je gevangen niet gaan. Had? Niet gaan. Zo net moesten we wel gaan. Was jij degene die net ook bij ons was in de cel? Degene die mishandeld werd? 23. Daar kan ik nou helemaal niks mee. Is dat je leeftijd? Zitten. Wij gaan niet zitten. Zat jij in de gevangenis? Beneden. Zat jij op de stoel? 2. In cel 2. Dat zijn we niet gewend. Nee. In welk celnummer zat jij? Zat jij in de gevangenis? Jaren. Je zat jaren in de gevangenis. Welk nummer? Waarom heb je hulp nodig terwijl je hier bent? Horen. Je bent toch hier, dus dan zit je daar niet vast. Hier. Ja. Gaan. Je wilt gaan. Help me. Ja, waarmee? Help. 2. Wij gaan niet naar gevangenis 2 omdat jij dat vrouw. Vraagt. Vrouw. Nee, wij gaan niet naar gevangenis 2 omdat jij dat vraagt. Been. Wat is er met je benen van? Pijn. Pijn. Schieten. Volg mij. Ben je beschoten? Schiet op. Zo werken we helemaal niet. Zorg jij maar eerst dat je die lampjes laat afgaan. Help me. We helpen jou als je de lampjes laat afgaan. Help me. Nee. Weg hier. Nee, we gaan niet weg hier. Wat is? Wij helpen alleen als jij iets kan laten afgaan, als je je aanwezigheid toont. Kan je dat? Wurgje. Realistisch. Oh mijn god. Ja. Ja. Stop maar. Oh, kom dan stop. Ik weet niet meer. Ik heb hier helemaal. Gaat het? Ja, het stof. Er raakt het sowieso een boel stof, maar ja. Dus. Het is ook een bijzonder iets om zo, ja, je krijgt al een halve conversatie van mijn gevoel. Ja. Ik zou het niet weten. Het is dezelfde conversatie die we de vorige keer ook hadden.
Ja, ook weer met benen en arm en pijn. Ja, gaat het? Ja. Kriebel wat in de keel zitten. Kijk, in principe maak je een connectie met iemand. Of die dan komt. Staat heel rot op bier.